Hoi, ik ben Martje en ik studeer sterrenkunde. Ik ben Jasper en ik studeer natuurkunde. En we gaan jullie vandaag wat meer laten zien over hoe onze faculteit eruit ziet. We gaan nu lopen door de practicumzalen. Je zult daar als natuurkunde student, maar ook als sterrenkunde student veel tijd besteden. Op dit moment is er hier zo'n practicum bezig, dus stil, ze zijn zich aan het concentreren. Hier zijn we ook nog een optisch lab. Achter bevindt zich het lab voor de tweedejaarsstudenten. We staan nu in het bachelor lab voor de eerstejaarsstudenten. Zoals je kunt zien zijn alle opstellingen corona-proof gemaakt. Je zult nu in je eentje werken aan een experiment. Normaal is dat twee personen, dus hopelijk kan het volgend jaar weer in een normale opstelling worden gezet. Dit is de computerzaal van de Sterrenwacht. Hier kan je als student gebruik maken van de computers voor je onderzoek of voor je projecten. Achter deze deur bevindt zich het astrochemisch lab van de Sterrenwacht. Hier wordt onderzocht hoe moleculen zich bewegen in de ruimte. We staan hier zo bij een cryostaat. Deze cryostaat zorgt ervoor dat deze schijf 20 millikelvin wordt. Wat hier nou gebeurt is een experiment hier onderin. Hier onderin zit een klein balletje dat omgeven is door een supergeleider. De supergeleider zorgt ervoor dat het magneetveld omhoog gaat, waardoor het balletje omhoog gaat. Alleen de zwaartekracht zorgt ervoor dat het balletje naar beneden gaat. Wat nou het idee van het experiment is, was om het trillen van dat balletje te meten, waardoor uiteindelijk de zwaartekrachtsconstante nog beter gedefinieerd kan worden. We bevinden ons nu in de samenwerkingsruimte. Hier kun je samen met je groepje aan een projectje zitten. En wat ook heel erg handig is dat je laptop aan het grote scherm kan vastkoppelen. Zodat iedereen kan zien waar je mee bezig bent en waar je beter samen kunt werken aan je project. We bevinden ons nu in de kantine. Hier kun je wat eten tijdens je colleges door. Je kunt wat afhalen, zelf meenemen of je kunt piano spelen natuurlijk. Wil je meer weten over de opleiding natuurkunde of sterrenkunde? Check dan de site bachelors.leidenuniversiteit.nl/de opleiding naar keuze of check de e-studiegids. Tot snel! Doeg!